als ik een dag niet trainen ben ik niet te genieten. Ik geniet echt werkelijk, zelfs na zoveel jaar, ik doe het nu 15 jaar, geniet echt werkelijk gewoon nog bijna elke trainingssessie. En daardoor kan ik het gewoon ook nog zo lang doen, denk ik. En ik heb gewoon elke dag zoveel plezier met wat ik doe en ben gewoon echt heel dankbaar ervoor dat ik dat kan doen. En dat mijn lichaam dat ook allemaal meedoet en volhoudt enzovoort, ja. Wat ik eigenlijk doe, zeg maar, mijn sterkste onderdeel is de Ironman. Dus dat is 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon lopen. En over de hele wereld heb je dus Ironmans. En nu komt er dus voor het eerst dit jaar is de Ironman Maastricht. Dus ja, Ironman in Holland is natuurlijk helemaal geweldig en daar moet ik gewoon bij zijn. Ik kom net uit Australië, daar heb ik twee hele grote wedstrijden gedaan. Bij de ene was ik tweede bij de Ironman in Melbourne en de week daarna heb ik een halve gedaan. Normaal gesproken doe je geen halve, een week na een hele, maar oké, ik ben een beetje gek en een beetje... die heb ik gewonnen voor twee echt hele goede meiden, twee wereldtoppers. Dus ja, met mij gaat het echt heel goed. Ik denk dat dit echt mijn goede jaren nu zijn en ja, ik heb er helemaal zin in. Ik heb nu inmiddels in die 15 jaar dat ik dit doe, heb ik 26 Ironmans gedaan, 26 hele. En daarnaast denk ik wel 100 halve, daarnaast nog Olympische, dus een kortere afstand. En weet ik voor wat voor wedstrijden allemaal. Maar dit is toch een Ironman in eigen land, is gewoon eventjes weer wat anders. En ja, ik vind het wel heel geweldig dat ik er gewoon bij ben en dat het allemaal past in mijn wedstrijdplanning. En ja, het is gewoon hartstikke leuk. Ik hou gewoon van wat ik doe en het is zo'n schitterende sport en ik wil gewoon veel racen en ja, ik vind het gewoon prachtig. Zo ben ik. Ik ben wel dankbaar. De wind die heeft me heel sterk gemaakt, dus ik zie de wind wel als mijn vriend bijvoorbeeld. En ja, het slechte weer wat je vaak in Nederland heeft me wel heel hard gemaakt. Dus ik heb nu mijn streepjes verdiend, zeg ik altijd. En ik reis nu over de hele wereld en ben eigenlijk alleen nog maar in mooi weer. En dat denk ik nog wel vaak terug aan het slechte weer in Nederland. Dus het heeft me wel heel hard gemaakt. Het mooie van Ironman Maastricht is de uitzondering op bijna alle Ironmans wereldwijd is dat je als team mee kan doen. Dus dat is helemaal geweldig. Dus bijvoorbeeld Rijnmond doet gewoon mee als team daar in Ironman Maastricht. Je vindt even een zwemmer, die zwemt de 3,8 kilometer. Dan 180 kilometer fietsen doet even iemand anders. En ik heb net gehoord dat die cameraman die kan goed lopen, dus die loopt gewoon die marathon. En het is natuurlijk een hele mooie kans om gewoon een beetje te proeven van deze mooie sport. En een beetje laagdrempeliger. Dus absoluut een reden om voor in te schrijven, denk ik.